Vandaag was het tijd voor een buitenles, weer een nieuwe werkvorm voor deze kinderen. Hiervoor heb je nodig clipboards van Amazon. Je hebt een werkwoordenlijst nodig. Ik heb alles gelamineerd, zodat ik het natuurlijk kan hergebruiken. Een whiteboardstift en een doekje. En natuurlijk antwoorden. Ik leg de werkvorm uit aan de hand van een Ginzy-presentatie, maar doe het ook letterlijk voor in de klas. Ik heb 25 kinderen, dus ik heb 5 teams gemaakt van 5 kinderen. Het ideale van deze werkvorm is dat elk kind bezig is. Je hoeft dus niet echt lang te wachten. Elk team staat dus verdeeld over 5 pionnen. Dan steken ze hun hand omhoog als ze klaar zijn. Als iedereen klaar is, dan zegt de achterste wissel en dan wisselen ze van plaats. Na 5 keer gaan ze nakijken. En oh ja, dit is nog even een goede tip voor als je geen wisdoekjes hebt. Daarna laten ze aan mij zien welke ze fout of goed hadden. En dan krijgt ze van mij feedback. Dan wisselen ze alles uit en dan gaat het eigenlijk weer opnieuw. Je hebt hier dus een coachende rol, want de kinderen doen het helemaal zelf.